Goedenavond, dames en heren. Alles goed? Yes! Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Even voordat ik begin, ik ben hier een soort van kind aan huis, maar nog steeds wordt mijn naam verkeerd gecommuniceerd. Het is geen Rowan, het is Roman. Ik wist het. Ja, te gek. Nou goed, maar dat geeft niet. Zo zijn jullie. Hey, dames en heren, van harte welkom. Mijn naam is Roman Sudesh. Ik ben goochelaar, illusionist, mentalist, neger en oplichter. En, maar niet in die volgorde. Ik ben hier vandaag uitgenodigd om jullie te vermaken, om jullie te verbazen. Maar voordat het zover is, even een warming-up. Allemaal handen in de lucht. Allemaal, doet u niet mee, mag u meteen naar voren. Je kijkt, daar gaan de handen de lucht in. Heel goed, zo. Handen op je hoofd. Handen in de lucht. Handen naar voren. Ik tel tot drie en dan klappen we allemaal in de handen. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben met mij. Klaar voor? Let op. Klappen je... Nee, kijk, ik zei, ik tel van 1 tot 3 en na de 3 klappen we in de handen. Handen in de lucht. Handen op je hoofd, handen in de lucht, handen naar voren. Na de 3. Zijn jullie er klaar voor? Ja! 2. En klappen. Nee, kijk, ik zei... Ik tel van 1 tot 3, na de 3. Handen in de lucht. Handen op je hoofd, handen in de lucht, handen naar voren. 1, 2, 3, klappen je handen in de lucht, handen naar voren, draai je handen met je duimen omlaag, perfect, doe je ene hand over je andere hand en grijp je vingers vast, wiebel allemaal met de duimen, allemaal wiebelen met de duimen, ja iets omhoog dan doet u het geweldig en als je me goed hebt nagedaan dan lukt je dit niet, let op, 1, 2, 3 en wst. Is het niet gelukt? Maar jullie hebben het zo gedaan. Geef jezelf een applausje. Yes. Hey, dames en heren. Laten we gewoon meteen doorgaan met het volgende. Ik heb namelijk meegenomen een illusie. En dit is niet zomaar een illusie. Dit is namelijk een illusie met een stuk touw. Oeah, oeah. Maar dames en heren. Dit is niet zomaar een stuk touw. Dit is namelijk een... Een wit touw. Maar dat geeft niet, zo zijn jullie. Meneer daar, met dat hoofd, hallo. Wat is je naam? Ja, dat klopt, heel goed. Wil jij dit touw voor mij controleren? Op dubbele bodems, danseressen, zangeressen, hansklok, spritsen, gevulde koeken. Zitten die erin verstopt? Nee? Heel goed. Dan hou het nog even vast, dan heb ik namelijk nog iets meegenomen. Een middelstuk touw. Meneer, wilt u dit stuk touw voor mij controleren? Op dubbele bodems, danseressen, zangeressen, hansklok zitten die erin verstopt. Merk op dat de uiteinden, die zijn vastgelijmd. Dat is tegen het rafelen. Maar je kan het touw niet 10 keer zo lang uittrekken. Er zitten geen magneten aan. Dus je kan het touw namelijk niet aan elkaar vastplakken. Daar heb ik nog iets meegenomen. Een meneer met de bril, niks persoonlijks. U mag dit stukje touw even controleren. Heel goed, perfect, heel goed. En merk op, 3 touwen van 3 verschillende lengtes. Is het een normaal touw, meneer? Heel goed. Heb ik daar een normaal touw aan u gegeven? En heb ik een touw aan u gegeven, normaal touw? Heel goed. Het langste stuk touw, mag ik dat terug van u? Het kortste stuk touw, mag ik dat terug van u? Gooi maar, gooi maar. Ja, ik sta hier. Nee, dat geeft niet. Nee, dat geeft niet. Wel zeggen dat... Nou, maak je helemaal niet. En het middelste stuk touw, mag ik dat terug van u? Dames en heren. 3 touwen van 3 verschillende lengtes. Als ik blaas met mijn magische toveradem, want die heb ik, 1, 2, 3. Dan worden de 3 touwen die jullie net hebben gecontroleerd, die groeien alle 3 tot ongeveer dezelfde lengte. Kijk, dan hebben we hier de kortste, hebben we hier de middelste, hebben we hier de langste. En toen ik dit voor de eerste keer zag, toen vergat ik ook te applaudisseren. Het is te laat. Nou, ik moet wel zeggen dat Rotterdam West, daar reageren ze wel wat sneller hoor. Niet. Oké. Drie touwen van 3 verschillende lengtes. Dit was de kortste. Dan hebben we hier de middellange. En dan hebben we hier de allerlangste. En dit is niet echt een eerlijke goocheltruc, want dit zijn 3 touwen en jullie hebben maar 2 ogen. Dus ik leg 1 touw om mijn nek. Hoeveel touwen heb ik in mijn hand? Allemaal, 2 touwen. En van 2 touwen kan ik 1 touw maken. Kan ik doen op 3 manieren. Ik kan er een knoop in leggen. Ik kan hem vastlijmen. Of ik kan een klein beetje goochelen. Ziet u dat?
Nee, is te laat. Te laat. Ja, kijk, van één touw kan ik weer twee touwen maken. Dat kan ik doen door te goochelen. Op deze manier. En van één, twee touwen maak ik weer één touw. Nu gaat het om de uiteinden. De uiteinden die kunnen verwisselen van plaats. Echt waar. En dat vinden wij niet raar. Dat vinden wij heel bijzonder. Heel goed, let op. De ene kan naar de andere kant. De andere kant naar de ene kant. Let op, let op, let op. Als ik dus dat touw heel goed in de gaten... Oh, wacht even. Laten we even opnieuw beginnen met één stuk touw. Waarvan die uiteinden kunnen verwisselen van plaats. Als ik namelijk het midden zo zoek. Wil jij even blazen tegen mijn hand? Ben je... Daar kietelt. Dat is heel goed, ja. Hoeft niet boos te worden, hoor. Okay. Let op. Kijk, dan... Wacht even. Dat is iets te hard geblazen, dus ik blaas hem er terug op. Wil jij even blazen tegen mijn hand? Dankjewel. Voor het spugen, dankjewel. Heel goed. En nu is het weer één stuk touw. Maar dames en heren, dit was een goocheltruc. Een illusie. Een truc wat niet begon met één stuk touw. Ook niet met twee stukken touw. Maar drie stukken touw van drie verschillende lengtes. Dit was de kortste. Dan hebben we hier de middellange. En dan hebben we hier de allerlangste. Maar als ik deze tussen mijn tanden klem. En ik zeg het magische toverwoord. Hoppa Gangnam Style. Ik knip mijn vingers, dan is dit de kortste. Dit is de middelste, dit is de langste. Applaus is voor mij. Yes! Yes! I'm sexy and I know it. Yes! Alright. Dames en heren, er zijn heel veel mensen. En die zijn hier al een keer eerder geweest. Maar er zijn dus heel veel mensen en die herkennen mij van televisie. De afgelopen 3 jaar... heb ik een goochelprogramma gehad voor kinderen. Dat was namelijk het programma De Magische Winkel. Heel veel kinderen kennen dat nog. En een aantal jaren daarvoor, dat is nu op de kop af 8 jaar geleden, heb ik meegedaan aan De Nieuwe Uri Geller. En De Nieuwe Uri Geller Show was een programma met illusionisten, mentalisten en Patty Bright. En ja... En er zijn heel veel mensen en die vragen altijd aan mij van... Roman, was dat nou echt wat je deed? Kon je nou echt gedachten lezen? Kon je echt voorspellingen maken? Dames en heren, alles wat ik op tv deed was echt. Er was één ding niet zo echt. En dat was Patty Bart. Maar voor de rest, ik ben tweede geworden. Nu wil ik graag een experimentje doen met u. En daarvoor maak ik gebruik van deze dobbelsteen. Deze dobbelsteen... bevat 6 verschillende kleuren. Blauw, groen, wit, rood, geel en zwart. 6 verschillende kleuren. Ik geef deze dobbelsteen straks aan een willekeurig iemand. Als je de dobbelsteen ontvangt, denk dan aan 1 van die 6 kleuren. Bijvoorbeeld wit. Als je de dobbelsteen ontvangt, plaats dan de dobbelsteen op je hand... met jouw gekozen kleur naar boven. En bedek dan je andere hand. Waarom de gekozen kleur naar boven? Dan hebben we een bewijsje. Is dat duidelijk, mevrouw? Heel goed. Dan mag u als eerste beginnen. Wat is uw naam? Estrella? Dat klopt. Heel goed. Estrella, hou jij de dobbelsteen vast? Denk aan 1 van die 6 kleuren. Estrella, heb je dat gedaan? Plaats de dobbelsteen op je hand met 1 kleur naar boven. De gekozen kleur naar boven. Bedek je andere hand. En als je dat gedaan hebt, dan roep je YOLO. Te gek, heel goed. Estrella, maak je hoofd helemaal leeg. Dat ging snel, heel goed. Estrella, denk aan de kleur, blijf denken aan de kleur. Want als jij blijft denken aan de kleur, is dit zend... en ontvangstproces. Estrella, kijk me aan. Denk je aan blauw? Ja? Open je hand en laat het aan iedereen zien. Dames en heren, het is blauw. U mag een applausje geven. Heel goed. Zijn er heel veel mensen en die zeggen dan... Roman, je hebt iets van tevoren afgesproken. Mevrouw daar, hallo, wat is jouw naam? Soraya, mooie naam. Heel goed. Soraya, voor jou geldt hetzelfde. Denk aan 1 van de 6 kleuren. Plaats de dobbelsteen op je hand met de gekozen kleur naar boven en bedek je andere hand. En als je dat gedaan hebt, dan roep je YOLO. Te gek, heel goed.
Denk aan de kleur, blijf denken aan de kleur. Als het goed is, denk je aan rood. Klopt dat? Open je hand, open je hand. Dames en heren, het is rood. Yes! 2 van de 2. We gaan het nog 1 keer doen. Eens even kijken. Mevrouw daarachter, wilt u de dobbelsteen, wilt u die aannemen? Wil jij die aan die mevrouw geven? Ja, perfect. Heel goed. Wat is uw naam? Connie? Heel goed, Connie. Met IE of met Y? Y? IE van de chique kant. Wat leuk, heel goed. Oké, Connie, voor jou geldt hetzelfde. Plaats de dobbelsteen met 1 kleur naar boven. Bedek je andere hand. En blijf denken aan de kleur. Is het geel? Ja, open je hand. Open je hand. Heel goed. Je mag naar voren komen. Je mag naar voren komen. Heel goed. Want nu zijn er heel veel mensen en die vragen altijd aan mij van... Roman, wat doe je nou allemaal? Ik wil graag een tipje van de sluier oplichten. Ik kan geen gedachten lezen. Maar wat ik wel kan, is gedachten sturen. Als ik bijvoorbeeld aan u vraag, denk niet aan 2 roze olifanten. Waar denkt u dan aan? Aan 2 roze olifanten. Ander voorbeeldje. Denk even allemaal aan een gereedschap in je hoofd. Wie denkt er aan hamer? En dat is niet omdat ik gedachten kan lezen, maar dat is statistiek. Dames en heren, nu gaan we 1 stapje verder. Connie, wil jij de dobbelsteen zo goed mogelijk tussen je handen schudden? En zorg ervoor dat hij goed ronddraait. Want er zijn altijd mensen en die roepen van... Ja, Roman, je geeft hem met een bepaalde kleur naar boven. Maar als je klaar bent, Connie, hou je hem zo vast. Want nu ga ik het niet doen. Nu doe jij het. Ik knip straks in mijn vingers en dan noem je een kleur. Zo hard je kan. Niet kijken, maar je noemt nu een kleur. Groen. Groen. Open je hand. En dames en heren, het is groen. Mag ik een heel groot applaus voor Connie? Dankjewel. Lieve mensen, en ik ga eens even kijken, want volgens mij lopen er nu 2 trekjes door elkaar, maar dat geeft niet. Ik ben op zoek naar iemand die goed is met woorden. Ik ben op zoek naar iemand die met mij een hypnotisch experiment wil ervaren. Zijn er vrijwilligers? Anders ga ik aanwijzen. Er wordt aangewezen. Ja? 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 Dan mag jij naar voren komen. Heel... Ja, kom maar naar voren. Zo. Dames en heren, mag een heel groot applaus. Yes! Zo. Hoe komt het dat mijn microfoon steeds stokt? Maar dat geeft helemaal niet. Hi! Roman Sudesh, wat is jouw naam? Daisy, je mag hier zo gaan staan. Heel goed. Daisy, ben jij goed met woorden? Ze zeggen van wel. Ze zeggen van wel. En kunnen we een microfoon voor Daisy regelen? Ja, hier zo. Oh, te gek. Heel goed. Daisy, kan jij deze hanteren? Perfect. Ja, ja. Zeg eens even test. Test. Te gek. Heel goed. Daisy, wat ik ga doen, heel eenvoudig. Kan jij je concentreren? Ja. Dan gaan we het volgende doen. Kijk maar aan. Ja. Adem diep in. Hou vast. En adem uit. Nog 1 keer. Adem diep in. Hou vast. En adem uit. Oké, Daisy, te gek. Is dit je eerste keer hier? Of ben je al bekend? Nee. Dit is de eerste keer. Nou, te gek. Heel... Zie, ik ga jou straks een aantal woorden laten. En diezelfde woorden die ga ik ook aan de mensen hier laten lezen. En het enige wat je hoeft te doen is gewoon de woorden voor te lezen. Dat okay. gaat je lukken. Okay. Ja, dat hoop ik. Perfect. Bijvoorbeeld het eerste woord, dames en heren. Kunt u het woord lezen? Kunt u het woord lezen? Ja? Ik heb een slechte printer. Kunt u het woord lezen? Ja? Daisy, hardop in de microfoon. Wat staat hier? Ervaring. Te gek, heel goed. Het volgende woord, kunt u het woord lezen? Kunt u allemaal het woord lezen? Wat staat hier, Daisy? Onderwijs. Wat we nu gaan doen, Daisy, en dat is heel bijzonder. Ik ga nu namelijk het leesvermogen even tijdelijk verwijderen. Ja. Oké, let op. Kijk maar aan. Voel je iets?
Nee, hè? Nee, dat klopt. Dames en heren, kunt u het woord lezen? Ja? Kunt u het woord lezen? Oké. Okay. Daisy, hardop. Wat staat hier? Lees voor. Ja, uitspraak. Nee. Nou. Je twijfelt, hè? Nou ja, het is... Lees voor. Wat staat... Utkeparsk. Oké, okay. het volgende woord, en let op je uitspraak, inderdaad, heel goed. Kunnen jullie dit woord lezen? Ja? Kunnen jullie dit woord lezen? Ja? Geeft helemaal niks. Daisy, lees voor wat staat hier. Perfect wat hier staat. Lachend. Lees voor. Lachend. Lees voor. Lachend. Heel goed, heel goed. Het volgende woord, kunnen jullie het volgende woord lezen? Perfect, perfect. Heel goed. Ja? Lees voor wat staat hier. Makkelijker. Heel goed, heel goed. En kijk eens. Goed, wat staat er nou? Makkelijker. Kijk eens goed. Kekkelijkertje. Kekkelijkertje. Nee, dat is perfect. Het volgende woord, kunnen jullie het volgende woord lezen? Ja, ja, ja. Kunnen jullie lezen? Ja, heel goed. Daisy, lees voor. Wat staat hier? Wat staat hier? Lees goed. Lees voor. Wat staat hier? Ik dacht eerst applaus, maar nu staat er apulsos. Praat Nederlands met me. Heel goed. Het volgende woord. Kunnen we het volgende woord lezen? Lees voor. Wat staat hier? Wat staat hier? Ja, ik dacht onmisbaar, maar nu je goed kijkt staat er unimser. Nou, te gek. Wat we gaan doen, we gaan het leesvermogen, want het is namelijk een soort hypnotisch experiment, teruggeven. Want jullie kunnen het woord nog steeds lezen? Ja? Nog steeds? Lees voor, wat staat hier? Onmisbaar. Onmisbaar, volgende woord. Ervaring. En volgende woord. Onderwijs. Dames en heren, groot applaus voor Daisy! Yes!